kijkt naar mijn kanaal. Ik ben Sam en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe aflevering van Far Cry 4. En zoals jullie zien, ik ben niet bij zo'n missie. Ik denk dat we het al die tijd fout hadden gedaan, dat we eigenlijk dit soort missies moesten doen. Hoe weet ik dat? Omdat ik heb geen ene missie meer van die andere. Kijk, ik heb het zelfs helemaal uitgezet. Dus filteren, kijk. Ik heb alles uitgezet behalve deze missies, dus ze staan er niet meer op. Dus ik denk dat we dit moeten doen. Wat gaan we nemen, by the way? Die hebben we al. Leer, veel sneller. Ja, dat vind ik wel handig. Als mijn held maar hoog is, dat vind ik wel heel handig. Oké, we gaan gewoon beginnen. Ik hoop dat dit is wat we moeten doen. Zo niet, dan ben ik een beetje fucked, hè. En ik hoop ook dat jullie mijn nieuwe pannen mooi vinden. Die ik heb laten maken. Ik vind hem zelf super ziek. Maar ik hoop jullie ook. Maar ja, laten we kijken wat er gaat gebeuren. Oh, jullie horen natuurlijk niks, omdat ik mijn geluid had uitstaan. Oh, wat ben ik toch een fucking dombo. Oké, ik moet een missie kiezen voor Amita of Sabal. Ik denk, ik neem aan, oh, dat ziet er mooi uit, Sabal. Die wil ik eigenlijk wel een keer proberen. Maar ik neem aan dat je eerst kan kijken wat en zo. Ik heb mijn geluid aan het doen, by the way, want dit is natuurlijk echt niet goed. Oké, ik heb het aangestaan. Kunnen we luisteren wat ze alle twee te zeggen hebben. Oké, zij heeft een punt. Machtbalansmissie. Amita wil de opruimvelden van Kira, Kaira, weet ik het, theefabriek overnemen om de activiteiten van het Gouden Pad te financieren. Als je deze missie aanneemt, wijs je Sabals missie af. Weet je zeker dat je deze missie wilt aannemen? Nee, weet ik niet zeker. Wat heb jij te zeggen, Sabal? Ik ben heel benieuwd. Oké. Ik vind hem veel minder. Ik vertrouw hem niet om een of andere reden. Hij is veel meer van alles kapot maken en zo. En ik vertrouw hem gewoon niet. Hij zegt dat zij juist slecht is. En zij zegt niks over hem. Dus ik denk dat ik voor haar ga. Ja, ik ga voor Amita. Ja, we doen Amita's. Oh, snel, mooi wapen. Oké, drooglegging. Oké, ga naar de Kyrat theefabriek. Oké, hoe moet ik daarheen? Kan ik wel door deze deur? Kan ik niet? Gewoon zo dan. Ik wil eigenlijk het andere wapen terug als dat nog kan. Ik vind hem niet super leuk. Kan niet meer. Kippenzooi. Oké. Geen stress. Komt goed. Het is 1200 meter rijden. Dat is erg ver. Oké. Let's go. Oké, dit soort autootjes vind ik altijd een beetje kut te rijden, maar het moet maar. Oké, ik weet dat ik ook kan vliegen, maar ik ben niet goed met dat ding. Dus ik denk dat dit sneller gaat. Als er niet gecrashed wordt. Nou, dan kunnen we gewoon nog verwachten dat ik altijd ga crashen, want er gaat nooit een aflevering komen als ik moet rijden dat ik niet ga crashen. Oh god, oh god. Ja, ik zie ook niet echt lekker een weg, hè. Oké, dat wordt gevaarlijk. Ja, oké, volgens mij is mijn auto kapot. Oh, reed ik een dier aan, alsjeblieft? Nee, ik reed een dier aan. Zielig. Oh god, en mijn auto is kapot. Nog zieliger. Mijn auto is gewoon kapot, ja. Oké, maak hem alsjeblieft. Zo grappig dat je je auto kan repareren. Moet ze eigenlijk ook in GTA doen. Weet je wat ze eigenlijk moeten doen? Dat je ook benzine moet pompen en zo in GTA. Maar en in Far Cry en al die games. Dat zou zo ziek zijn als je dat hebt. Dat je gewoon benzine moet pompen. Oh, ik heb dat al zo lang. Wou ik dat in dit soort games waren. Nee, game doet het gewoon. Ik snap niet waarom niet. Oh god, we zijn gekanteld. We zijn gekanteld. Wow. Oké, we zijn gekanteld. Oké, kijk of ik sterk genoeg ben. Oh, kijk hoe sterk. Oh, dankjewel. Dankjewel, klootzak. Jee, man, tegen mijn auto aan bots. Wat denkt hij wel niet? Oké, kijk hoe sterk ik ben. Ik ben gewoon hulp. Oké, we moeten even opschieten. Oh god, oh god. Potverdikke, maar ik heb er dan ook uit. Oh, zo, je vechten. Ja, zo tegen je aan. Je hebt geluk dat ik rechts moet. Oh, jij moet ook rechts. Kut. Ik wil niet vechten. Gewoon doorrijden, gewoon doorrijden, gewoon doorrijden. Oh, kijk, hij moet de andere kant op. League base, die moet helemaal niet links. Rechts bedoel ik. Oké, zo. Shit. Shit, ik moet hierop komen. Toch? Moet ik opkomen? Yes, het is me gelukt. Oh, kijk uit voor die honden! Jezus man, ik wil geen hond aanrijden. Dat zou ik mezelf echt niet meer vergeven. Ja, oh, potverdikke, meneer, er is brand in de auto. Brand in de auto, brand in de auto. Auto gaat op... Oh god, weg. Volgens mij gaat hij ontploffen. Dat is wel maar... Ja, auto ontploft. Wacht. Het spijt me dat ik u dood heb geschoten, maar ik moet de auto hebben. Wacht dan. Wat verdikke me. Wachten, zei ik. Ik heb toch een auto nodig, je lul. Jezus man, wat zijn dat voor een vrienden. Wat zijn deze vrienden, joh. Potverdikke me. Weet je wat? Ik skip het wel tot ik daar ben, ja? Tot zo. Oké, dames en heren, hier ben ik weer. Het is maar echt iets van 7 seconden verschil of zo. Maar bedoel, die 7 seconden... nee, ik heb gewoon geen idee. Oké, schakel de vijand uit en bescherm de papa vervelden. Oké, wat gaan we kiezen eigenlijk? Repareren, sneller, vind ik goed. Oké. Oké. Oh god. Waar is die hond? Ik wil niet die hond doodschieten. Die hond moet ik dood. Ik moet wel. Het is zo zielig, hè. Oh, zo zielig. Weer een hond. Ik wil niet nog een hond doden. Zielig. Oké, maar toch. Oh god, een martier. Jezus mee. Ze schiet op hun eigen dingen. Nog een martier. Oh mijn god, en die mortieren zijn echt eng. Nog een mortier! Oh mijn god, hij heeft me geraakt. Nog een mortier, shit. Oh mijn god, dit is echt fucking eng, die mortieren. Die mortieren zijn wel vet ziek gemaakt, zeg. Oh, mortier! Holy shit, hé. Dat is eng. Oké, blijf schieten en blijf killen. Oh god, en niet zo schieten. Wel goed schieten. Kut, sorry, ik kan nu even niet herladen. Niet herladen nu, je zit midden in een slagveld. Ah, kippensoep. Kippensoep, wie schiet op me? Rot op jij! Rot op je rotweiler! Moet ik mijn Jack Russell op je afsturen ofzo? Ja, sorry hoor, maar... jij bent niet lief tegen mij. Als jij mij niks aan deed, deed ik jou niks aan. Oké. Healen en doorgaan. Munitie op, natuurlijk, munitie op. Wapen wisselt de heid. Scheiße. Nou, het is zo vast dat ik hier dood ga. Ik denk ook niet dat ik het ga halen. Eindelijk, oké. Oké, je ziet me niet, je ziet me niet. Oké, nu kunnen we door. Oké, mooi. Checkpoint. Ziek. Oké, ben je klaar? Alsjeblieft nou, oké. Die is paal. Oké, ik moet het volhouden. Oké. Hergroepeer met het gouden pad. Oké, is goed. On my way. I'm on my way. Oké. Amita heeft ons gezet. Oké, er komt een leger aan. Bereid je voor. Oh god. Oké. Ik weet niet waar het zuiden is. Ik weet niet wat noordoost, west, zuid is. Ik weet niet welke kant het is, maar ik denk hier. Dit moeten we beschermen. Denk ik. Ja, daar zijn ze. Kijk, oh mijn god, deze goeie. Oh, vies. Oh mijn god. Nee, kippensoep. Oh mijn god, dit is echt erg. Oh mijn god, dit is fucking erg. Kijk met hoeveel ze zijn. We hebben veel meer nodig. OMG. Ik kan gewoon niet meer... Oké, heal. Heal gewoon. Ik ben alleen. Ik sta er alleen voor. Kippen. Oké. Ah, kippensoep. Ik heb nu echt spinazie nodig. Ik heb spinazie nodig. En niemand die dat van me afpakt. Niet een kogel in schieten, alsjeblieft. Dankjewel. Dankjewel voor jullie. Nee, nee, nee. Zo, dan moet ik... Oh mijn god! Oh mijn god, hé. Gevaarlijke mensen, joh. Wat een gevaarlijke man is dat. Oh, de skills. Oh mijn god, hé, dat ik dat heb overleefd nog zo lang. Daar ben ik echt blij mee. En ik kan dat stukje dan gewoon niet uit-editen wat ik net had. Fuck it. Hé, Papenveld staat in brand. Ja, wat moet ik daar tegen doen? Ik ben geen brandweer. Ja, ik ben daar. Wat verdikke me. Ik heb toch geen minuutje meer. Oké, jij bent dood. Ah, nu moeten we naar het oosten toe. Jee mee. Wat een rotmissie is dit al. Maar wel, hij is wel leuk, maar moeilijk. En lang. Oké. Ik hoop dat jullie dat juist fijn vinden, dat hij een beetje lang is. Verdienen jullie misschien wel. Oké, dat was ook nodig. Oh mijn god, hé, je bent echt gek. Oké, ik moet u... Auw! Lul! Ta. Ik ga dood. Ik ga dood. Niet. Oh mijn god, hé, dat geluk. Het is ongelooflijk. Hoe ik dit nog overleefde. Voor hoe lang ik het al heb overleefd. Pak alle munitie wat je kan pakken. We hebben het hard nodig. Waar is die? Oh, daar. Lol. Gewoon de hele tijd naar die vaan toe gaan. En een minuutje pakken. Dat is gewoon de tactiek die we doen. Oké. Weersta de vijanden. Ja, dat weet ik nu wel. Maar het is niet zo makkelijk als je denkt, meneertje. Je moet de spring. Dus activeren. Deze is al geactiveerd. Oké. Zoek de... Oké, goed zo, jou bij mij. Meer soldaten. Oh nee, niet meer. Tiefel. Met een beetje zon. Zoveel. Waar zijn ze? Ik denk daar. Er wordt, ja, daar wordt geschoten. Oh mijn god, rot op! God al bij mijn leven, alsjeblieft. Oké, Molotov Cocktail, hoe je het ook uitspreekt. Oké. Wil munitie weten te bemachtigen. Kut. Holy fuck, man. Ja, je vindt het gek dat je mij probeert neer te schieten. Oké. Holy shit, en ik had steeds verder van me af. Dat is niet fijn. Nee! Auw, jongen! Wat een onaardige meneer. Oké. Ik ben zo geconcentreerd bezig nu, joh. Daarom is het commentaar wat... Nee, jij verbrandt wel dood! Jij mag daar niet komen. Oh god, daar is er eentje. Daar is er een. Wat denk jij? Oh, missie voltooid. Mooi. Oh god. Ja, maar het gaat ook om de mensen, democratie. Oeh, die is niet zo blij. Maar dames en heren, ik ben blij dat jullie... dames en heren, jullie graag bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Vond je hem nou duim leuk? Beloon dan alsjeblieft met een blauw duimpje en klik op abonneren. Lange aflevering, dus positief natuurlijk. Beloon dan.